Voordat we beginnen aan het grote finalespel, moeten we de wereld even kijken. Zoveel mogelijk mensen redelijk droog op de middenstip te krijgen. En dat het niet makkelijk is, dat zien we dan weer aan dit beeld. Al gaat dit lek, lek, oh, lek. Ja, ja, er zijn er twee die kunnen nog binnenkomen. We zitten al met een mannetje of 3, 4. Ai, 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 daar gaat het rond. Die gaan we nog veel zien vanavond. Ja, ze komen zo koud uit die kleedkamer en denken, dat doe ik even. Die trap naar beneden, die is al pittig. Vijf Nederlanders zijn aan de overkant terechtgekomen. We gaan nu naar België. Mooi uit vanavond. En na die enorme zwemvliezen, maar 52. En probeer daar maar mee eens goed op de baan te komen. Want kijk, dat kan je mooi zien hier. Grote passen. En ook Nederland heeft, eens even kijken, is dat niet de moeder van 3 kinderen die daarbij zit? Die zitten thuis op de bank te kijken naar moeder. Ja, dat is moeder Alice. Ja, duidelijk. Helemaal gracieus en wel. En je zag daar echt, nee, zo moet het niet. Met van die grote passen, die tweede poging. Nee, zo wil het maar niet, joh. Die zwemvliesjes, die zijn niet geschikt om van die grote passen te maken. Rogier en Bastien tellen het wel af. De laatste seconde met een prachtige valpartij. Ja, die laten liggen niet komen, maar dat bedoel ik in 2 opzichten. Namelijk, in die ronde cirkel, kijk eens even, onze student psychologie. Dat was een psychologische verwarring die hij daar maakte, maar gaat wel over zijn eigen rondje heen. Dus nog niet, geen volpoed. En hoe gaat het in de boot? Hoe, dat gaat helemaal niet makkelijk met die sluis. Carlijn is erdoor, Carlijn is erdoor met haar bootje. En dan krijg je je tegenstander. Kijk, Neerritter, die zei het land van water. Maar ja, Neerritter, dat ligt in Midden-Limburg, ten zuidoosten van Weert. Ja, daar hebben ze wel mooie plassen en zo, hè. En de Maas misschien in de buurt, maar het is niet echt een waterrottenland, hè. Wie zat daar in de baan voor Neerritter? Dat is Ron Meijer, de eigenaar van Café Roze. Hij is zo veel te zwaar voor die boot. Goed, God zien. Ze doet me een beetje denken aan die petten van tegenwoordig. Staat in one size fits all. Maar dat is bij die boot in die. Ron mag wel doorgaan. Ah, hey, het is een hele toffe, dus hij gaat ook gewoon door. En als je nou met die boot aan de hand richting de bel. Ja, het is zwaar, hè? Kijk hem blazen, zeg. En dat hij helemaal niet wegkomt uit de vertrekzone. Is niet. Kijk, dit is de zakzone. Het is gebeurd, hè? Ja, ja, Neerritter staat te juichen, maar dat is geen punt natuurlijk. Want oh, maar dan worden het even andere koek. Ja, die gaan elkaar volledig te lijf. Goed. Ja, hou evenwicht in. Zet, er komt er een aan, zeg. Die had plannen. En die blijft, ja, die blijft staan. Dan lijkt het of hij lang blijft staan, maar dat is niet echt natuurlijk. Kijk, die heeft, zag je die? Die was ook leuk. Die was ook leuk. Die was aan het nadenken. Ja, maar dat is oneerlijk, hè? Je gaat in de verkeerde zone, ga je meppen. We hebben die oranje lijnen niet voor niks getrokken. Daar moet je in parkeren. En dan mag je meppen. Ja, het is lachen. Maar worden er nog punten behaald? Daag ze niet uit, hè? Daag ze niet uit, hè? Hij probeert ze bij de ingang al kwijt te raken. Maar daar gaat de zoomer. Ik ben toch zo benieuwd wat water te pakken. En dan komt je tegenstander eraan. Die drukt jou natuurlijk weg. Want ik denk weg. Andere kleur spons. Ja, dan komt die scheidsrechter. Oh, hij deelt een rode kaart uit. Zag je dat? Hij was heel streng. Hij houdt het goed bij allemaal, hoor. Dat je van de zaak eigenlijk. Want je komt er niet ver meer mee. En dan sta je daar. Kijk, hij heeft er nog water in. Ja, dan moet je hem wel vasthouden. Zag je dat gebeuren in de hoek? Hij had er nog wat water in. En dan moet je nog proberen de weg te vinden. Kijk, toen komt hij aan. Oh, hij wordt weer weggestuurd door de scheidsrechter. Hij is blijkbaar de richting totaal kwijt, joh. Het blijft toch iets bijzonders, hè? En het kost ook zoveel kracht om die mannen weer. Dat is Nicole, waar we er straks ook al over hadden. Die houdt van ballet. Dus die moet weer gracieus met haar spons, eigenlijk zoals het moet met een spons, door de wereld. Het is een beetje zwaar. Eens even kijken naar de gewichten van de mensen. Het valt toch wel mee? Lennart komt omhoog. Trouwens, ik moet even op sponsen. Redelijk onherkenbaar, maar het moet een zware spons zijn. Dat wel. Je ziet hoe moeilijk het is. Wordt er nog wel water gehaald? Ken je dat liedje nog? 2 emmertjes water halen? Nou, dat is van heel lang geleden. Het slaat niet op dit spel. Mooie in die herhaling. Ik denk dat ze thuis eventjes een kopje koffie gaan halen. Uit de keuken ver weg, als ze dit zien. En wij genieten er zo van. Het ziet er zo ontzettend mooi uit. En wat heb Neerritter? Nou, dat is een plasje. Hebben om omhoog te komen en ook de kracht hebben in je armen en in je benen om te blijven staan en vooral om die grip te krijgen op die nopjes. Oh, dat gaat goed. Ik noteer al 2 maal gebeld voor Neerritter. Ja, dat gaat boven over 30 kilometer. Kom je bij Bree uit. Wat gaat er nu?
nou mis met ons team? Ik weet het niet. Iedereen is 100% bezig. Iedereen is al lekker in zijn vel, maar ja, ze zijn toch een maatje te groot voor ons. Hier, kruipend om eroverheen te komen. Ah, eindelijk 24 seconden. Ook Neerritter in de wedstrijd, maar niet van die grote passen. Wat gaan we nou krijgen, zeg? Je kunt niet de band helemaal zo bedwingen. Ai, wat is dat jammer. Dat zijn weer kostbare seconden. En dan weer een poging, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, dat is dat enthousiasme. Je staat daar, maar het is zo zwaar. En dan moet je nog een keer. En oh, hij is glad vandaag, de baan. Ah, er zijn erbij. Kijk. Die spuiten ook die baan nat. Dat is op zich heel slim bedacht. Niet alleen maar in dat gezicht spuiten, maar ook die baan. Och, hier staat al op 5. Ja, Ron spuit wat hij kan.